extra met Melody Hoefdraad namens de OZLS-organisatiecommissie. Melody, kan je ons uitleggen wat jouw betrokkenheid is en waarvoor OZLS staat? OCLS staat voor de Open Campus Lecture Series. Ik maak deel uit van de organisatiecommissie dit jaar. Deze series zullen weer beginnen. Morgenavond een belangrijke dag. Kan je ons meer vertellen wat er morgenavond zal gebeuren? Ja, dus morgenavond zal de book launcher zijn van het boek dat een product is van de Open Campus Lecture Series van het jaar 2018-2019. En dat boek heet Sustainability at a Crossroads. En daarvan zijn er meerdere auteurs, 13 auteurs in totaal. Allemaal academici van Suriname, in en buiten Suriname. En dat boek is geëdit geworden door professor Jack Menke. Wat zijn de Open Campus Lecture Series precies? Yes, dus dat is een aantal van lectures, presentaties en workshops dat gehouden wordt elk jaar. En daaraan doen academici mee voornamelijk, maar ook gewoon mensen die deskundig zijn op een bepaald gebied. En de bedoeling daarvan is dus eigenlijk om academische informatie, informatie dat eigenlijk impact moet hebben op beleids creatie enzovoorts, beleidsvorming, dat eigenlijk publiek open te maken voor de wider public van Suriname. En morgen vindt de launch plaats van een van die boeken. Van welk jaar is dat? 2018 zei je. En wat is de naam van het boek? Dus dat boek is dit jaar gepubliceerd geworden, maar het is een product van dus workshops en lectures van de Open Campus Lecture Series van het jaar 2018-2019. De naam ervan? Sustainability at a Crossroads. En waar of hoe zal deze launch plaatsvinden? Yes, dus het zal allemaal virtueel te volgen zijn. Het zal te volgen zijn op ATV voornamelijk. En dat begint om 7:30 en het eindigt om 9:15. Maar ook gewoon via Facebook, Facebook Live. Daar kan men het ook volgen. Maar het zal ook gestreamd worden via YouTube op het platform van de Digital Talent Academy van Suriname. Waarom is het belangrijk om deze eigenlijk lectures te volgen? Ja, yes, dus als het gaat om dus de Open Campus Lecture Series, dat begint officieel pas op 27 juli. Maar dinsdag, dus morgen, hebben we dus de book launch. En daar gaat er voornamelijk gesproken worden over eigenlijk het belang van onze regio, het Guyana-schild, toch? En de vele diversiteiten die daar aanwezig zijn als het gaat om bioculturele diversiteit, biodiversiteit. Dus ja, en het belang van onze regio met betrekking tot de rest van de wereld en wat er allemaal hier gebeurt. Maar als het gaat om de Open Campus Lecture Series van dit jaar zelf, het is van belang dat men dat bijwoont, omdat eigenlijk hele belangrijke discussies over duurzaamheid, over diversiteit en natuur, diversiteit en cultuur eigenlijk besproken zullen worden. En het is de bedoeling dus dat die discussies impact hebben op dus de maatschappelijke discussies, maar ook gewoon op beleidsvorming. En het thema zal zijn, van dit jaar zal zijn dus de diverse diversiteiten van Suriname. Melody, heb je misschien nog iets toe te voegen aan dit geheel? Ja, ik wil ieder oproepen om erbij te zijn. Het is belangrijk voor het publiek natuurlijk, omdat we over hele belangrijke onderwerpen zullen spreken. We zullen de beste en bekendste academici daar aanwezig hebben. Dus het is heel belangrijk. Het zal heel virtueel zijn, dus het is ook veilig. We houden rekening met dus de COVID-maatregelen. Maar het is belangrijk sowieso voor beleidsmakers, politici, academici en mensen in de privaatsector ook. Maar natuurlijk het publiek. Daarom dat ze de Open Campus Lecture Series genoemd zijn.